Ja, en jullie zien er al lopen. Willen jullie weer een hout? Te laat, ik ben te laat. Eén minuut te laat. Hoeveel? 1 minuut. 1 minuut te laat. Nou ja, maakt niet uit. Godver. Maakt niks uit. En ze ziet weer florig en fruitig eruit. Met een mooie gekleurde vest aan. Ja, dat ziet er weer top en geweldig eruit. Ja, maar nee, de dame wou de andere kant. Nee, ik is hier en niet daar. Ja, ik heb het over jou, ja. Hé? Deugniet. Ja, je bent deugniet. Nou, kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Oh, daar hebben we onze deugniet. Ja. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, daar zijn we gewoon weer aanbeland. En het is vandaag alweer reeds maandag, de 22e van de 4e, 2024. En we leven om 1 minuut over 1. Ja, en jullie zien er al lopen. Willen jullie weer een hout? Te laat, ik ben te laat. 1 minuut te laat. Hoeveel? 1 minuut. 1 minuut te laat. Nou ja, maakt niet uit. Godver. Maakt niks uit. En ze ziet weer florig en fruitig eruit. Met een mooie gekleurde vest aan. Ja, dat ziet er weer top en geweldig eruit. Ja, ja. Ja, moet wel uit. Ja, inderdaad. Maar ja, het is weer maandag. Ik heb mijn koffie heb ik net ingeschonken. Ik heb een broodje en als ik dat heb gedaan, dan ga ik zo meteen met de meisjes uit. En ja, jullie weten het, hè? Een bende in de keuken. En dan die ene pan. Ja, hoe krijgen we die schoon? Ik zou het niet weten. Dus, maar dat komt allemaal wel hopelijk goed in. Anders wordt het een nieuwe pan of een nieuwe pannenset. Eén van die twee. Ja. Maar ja, dat zien we vanzelf al. En dag Elwing. Maar ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag toe. Geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben weer net binnen. Ja, ik ben net binnen. En dan zie ik wat. De poort is niet goed dicht. Dus die gaan we even wel goed dicht doen. Ja, alles gaat zo moeizaam vandaag. Nee, je komt, we zijn net binnen. Nee, wegwezen. Nee, wegwezen. Ik dacht dat ik hem toch goed dicht had gedaan. Kun je nagaan. Hoppata. Kijk, en nou is hij wel dicht. En dan was hij net ook. Ik had een idee. Ja. Ik heb een idee. Maar dan ga ik er niet meer te zeggen. Nee. Ik denk dat het gewoon kindertjes doen die niet op school zitten of zo, aan het spijbelen zijn of weet ik veel wat. Of vakantie is het geloof ik nog niet. Maar dat vermoed ik. Vermoeden heb ik wel, want ik doe hem altijd achter die schuif. Ik let altijd op daarop. Maar ja, in ieder geval, jeetje, een bek af van het lopen. En ik moet de komende dagen even mijn knie goed insmeren als ik naar bed ga. En ook proberen mijn onderrug voor elkaar te krijgen, want ik verga van de pijn daar. Voor de rest markeer ik niks. Ja. Het is slijtage, hè. Je wordt ouder. En ik moet de stickers opzoeken van de buurtpreventie. Dus dat ga ik zo meteen eerst doen. Ik maak een bak koffie en dan ga ik even zoeken waar ik dat heb. Want die worden vandaag opgehaald. Tenminste twee hoor. Vooral om op het raam te plakken.
Ze heeft een nieuw raam gekregen, dus ja. Helemaal, nou is ze dat kwijt. Dus ja, dan moet ze toch weer nieuwe stickers hebben. Ja, toch? Ja. Dus daar komt ze twee halen. En dan komt het helemaal goed. Willy is boven bezig. Kandel, die staat in de halte te blaren. Ja, nou die wacht ook maar eventjes totdat ik eraan toe kom. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon. Het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Hier en daar een stapelwolkje. Maar dat kan de pret niet boeien. Zolang het mooi weer is, is het mooi weer. En het mag voor mij wel wat qua temperatuur wat omhoog komen. Want dit is niet leuk, zo koud. En vooral op die rothoek, waar ik iedere keer langs moet. Ja, daar is het echt koud. En de, nou, Rijka heeft voor het eerst een flink pak op de sodemieter gekregen van me. Want die luisterde niet. Ik had ze kort, hè, allebei. Want ik, ze mogen bij de huizen niet piezen en poepen. Vind ik vies. Maar er stond werkverkeer op de stoep. Maar het werkverkeer houdt nergens geen rekening mee dat er iemand met een rollator of een kinderwagen of een rolstoel of een elektrische rolstoel, dat soort attributen, konden niet door. Dus ja, maar ook hingen er slangen naar beneden van een of andere lift die op een trap bevestigd is om zwaar materiaal naar boven te krijgen. En ik had gezien hoe ik moest lopen daar langs. Wat doet Rijka? Die neemt de andere kant, terwijl ik die toch ook kort had. Meneer direct Rijka uit en die gaat aan de andere kant. Tot vier keer aan toe. Nou, je kan me niet kwaaien krijgen. Deze kant zeg ik en ik trok het terug hier naartoe. Maar nee, de dame wou de andere kant. Nee, ik hier en niet daar. Ja, ik heb het over jou, ja. Hé? Deugniet. Ja, je bent deugniet. Nou, kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Oh, daar hebben we onze deugniet. Ja. Hé? Het is een dikke boef. Maar in ieder geval, ga het maar weer even af. Ik ga aan het werk en zoeken. Dus ja, ik heb geen handen op moet hebben nou. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet gewoon en geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ik ga er even vandoor op de scootmobiel. Daarom ben ik alweer dik aangekleed, want ja, het is nog steeds koud. Mag wel prachtig mooi weer wezen, maar waarom is het niet? Ik ga even ook naar Big Bazaar, wil ik zeggen. Ja, wel naar het pand. Ik ga naar Scapino, even die schoenen van Karin weer ruilen, want ze zijn alsnog steeds te groot. Vroeg om 42. Hadden ze niet? Wel 41. Dus ik moest op 41 toen halen. Nou zijn ze nog te groot. Ja, hoe dan? Zijn je voeten gekrompen? Is het verkeerd gewassen? Misschien een verkeerd wasmiddel, ik weet niet. Kan zomaar gebeuren. Ja. Maar in ieder geval, dat gaan we nu even doen. Ja. En ik weet nog niet wat ik verder ga doen. Nee, ja, geld opnemen. Ik moet geld halen. Ja, want ik heb dat alleen maar van mijn spaargeld gedaan. Gisteren. Alles. Ook bij Mackie. Alles van mijn spaargeld. Dus ja, dat moet ook weer even aangezuiverd worden. Maar ik moet ook gewoon weer huisartsgeld hebben. Ja, want mijn portemonneetje is leeg. En ik moet naar mijn maatje de goudsmid. Ook voor Karin, die portemonnee ik ook bij me. Dus ja, komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik laat jullie wel thuis dit keer. En ja, ik ga gewoon eventjes op mijn hoofd leeg halen, zien te krijgen. Want ik zit te malen aan alles en nog wat en het moet even rustig worden. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een klein beetje mee. Geniet vooral van het weer. Ja, geniet ervan. Met z'n allen. Tot later. Oh, lief. Met z'n drietjes op de bank. Ik wil je rijkelijk bovenop het kussentje. En ik kan over deze kant. En om de tegenaan. Een mooi plaatje zo.
Om jullie natuurlijk wel terug te wensen. Ja, dat we gaan zo naar bedje toe. Ik ben ingezoomd. Haha, leuk. Oh. Ja, we gaan zo naar bedje toe. Het is alweer laat. Het is al 2:30 geweest. 1:41. Dat, ja, ik ben bek af. Ik ga zo lekker slapen doen. En ja, ik wens jullie natuurlijk allemaal wel rusten, lekker slapen en gezond weer op. En degene die morgen naar hun werk moet of naar school of weet ik veel wat. Heel veel plezier daarbij met hetgeen wat jullie moeten of willen of wat dan ook gaan doen. En voor de zieken, heel veel beterschap. En ja, snel weer beter worden. En degene die in het ziekenhuis liggen. Nou, ik hoop dat jullie snel weer thuis mogen komen. En uiteraard, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.